Van den Berg, Almeida. Het is een goede aanval van Excelsior Maassluis. Alleen de bal is iets te lastig voor Vink. Die kan nu schieten. Vink. Een moeizame reactie van Valk. Eerste gevaar in de wedstrijd komt van de gasten uit Maassluis. Dat nu een vrije trap krijgt. Richting Vink. Die kon net niet in balbezit komen. Omdat daar een goed blok stond bij de thuisploeg. Van den Berg. Van den Berg via de Rijk. Hoekschop Excelsior Maassluis. Valk blijft staan. Nou, weer geluk voor VVSB. Overtreding van Kruithof op Serboni. Van Niel. Goeie, vrije trap staat 1-0. Ja, daar is 2-0. Bukhoorn. 15e minuut wedstrijd. Komt de thuisploeg VVSB op een 1-0 voorsprong. Tommy Bukhoorn raakte de bal als laatste. De goede vrije trap. Serboni en Bukhoorn en binnen. Bukhoorn. Met een heerlijke balbehandeling weer. Kruijvanger richting Serboni. Ja, Parami, is er een strafschop? Nee, zegt de scheidsrechter. Nou. Ja. Ik denk dat de scheidsrechter gelijk heeft, deze Ruperti. Nou, misschien nu. Zou een goed moment zijn. Goed geschoten van Leeuwen met een moeizame reactie op de inzet van de Rijk. Loopt dus goed af. Ja, iedereen staat er al bij Excelsior Maassluis. Dan maar weer de lange bal richting Vink en hopen dat hij goed valt. Zwart gekoppeld aan Vink. Reders. Nou, is daar de gelijkmaker? Nee! Ook in tweede instantie niet. Eerst is het Smit en in tweede instantie de aanvoerder Redert. Daar was hij bijna, de gelijkmaker. Begint allemaal met de hoekschop. Redert, Smit, de verdediger. Ja, dan blijft die bal hangen en raakt Redert de lat. Berghout, is dit buitenspel? Nee. Overtreding van Kruijvanger. Vrije trap. Maassluis. Het is een goede richting Vink. En buitenspel. Van den Berg en Vink zijn aan het overleggen van hoe hadden we dit beter kunnen doen. Redert. Op de kiem. Goeie voorzet richting Vink. Vasthouden. Niet gezien door de scheidsrechter. Het is een vrije trap voor VVSB. Bij Maassluis zijn ze boos op scheidsrechter Ruperti. Ja, wat gebeurde er precies? Dit is een goede voorzet van Van den Ende. En ja, Kruijvanger trekt Vink naar beneden. Bukhoorn. Ook al een tijdje niet gezien. Serboni. Josic. 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 En Van Leeuw. Schot van de ervaren aanvoerder van VVSB, Josic. Vink in duel met Zwart. Van Ooyen. Net niet. Zwart werkt weg. Serboni. Met meteen weer Smit in zijn rug. De Rijk. Vindt Parami. Parami. Parami, komt hij daaraan? Parami, Parami! Ja! Parami beslist waarschijnlijk de wedstrijd met zijn 5e goal van dit seizoen. Heerlijke bal dit van de Rijk. Parami, oog in oog
van de Ende naar binnen en dan binnen schieten. En 2-0. En dus de wedstrijd lijkt beslist. Fink. Kruithof. Redert. Beweging bij Van den Berg. Van den Berg in duel met Velbrief. Hoekschop. Komt die bevlieging nog van Berghout. Duwen en trekken in de 16. Afvallende bal voor Berghout. Berghout, Berghout! Ja. Van den Ende. Blij. Van den Ende. Ja, dit draait goed. Van den Berg. Dan het vervolg. Van Ooyen. Van Ooyen. Goede aanval van Excelsior Maassluis. Het is afgelopen. Zo wint VVSB de laatste wedstrijd van 2016. Met 2-0 van Excelsior Maassluis. Door doelpunten van Bukori. Die scoorde in de eerste helft de 1-0. In de tweede helft scoorde Parami de 2-0.